Zullen wij met de Darkwing blijven? Ja, wij gaan beginnen. En dan kan Sandring nog eventjes kijken wat hij wil. Ja. Darkwing Blasting. Als het goed is, zou ik donderdag nu dat derde pakketje moeten hebben ontvangen. Maar ik kreeg ook zo'n Crystal Beast set. Die Crystal Beast set, hoe heet die ook weer? Ja, ik weet nog. Dat is nog dezelfde set. Ja. Dat is een Legendary Duelist. Ja, ja. Want die ik al toen had gehaald, dat was met die Karibos. Oh nee, die had jij gehaald. Had jij die gehad in de Karibos? Ja, die had ik. Oh, dat was het. Ja, ik dacht... Met die Karibo is ook wel vet. Zo, en dan ja. Iets met Friends of zo heet die set, toch? Friends will be friends. Weet je die set ook wel, ja. Zo, ja. Dat weet ik ook even niet meer. Ja, ja, daarom het werd een beetje, bij elkaar. Ja, dat is wel vette tin trouwens. Zo. 2010? Dat weet ik niet eigenlijk. Weet ik niet. Had ze allebei toen gehaald? Allebei de jaren. Ja? Ja. Want je had er zelf eentje mee naar huis genomen en je had een leger hier gelaten. Kijk, ja, dat klopt, maar ik weet niet of je hem zelf hier aan laten. Nee, ik dacht dat je. Ik weet het niet meer. Kijk, dan zou ik wel eerst met die packs van Paddy beginnen. Dan, dan is hij er nog bij. Een apelvlaping. Sandring is een makkelijking, hè? Ja, hij is zo'n makkelijking guying. Makkelijking guying. Ik zou wel ook voor het scherp stellen misschien geen pakjes onder je hand leggen. Ah ja. Wow. Dan gaat hij scherp stellen op het pakje zelf. Ja, dat zag ik net ook, dat toen ik kaarten had leggen in beeld, dat hij op die kaarten ging in plaats van de kaart in mijn hand. Dat is wel handig inderdaad. Dat is wel goed bedacht. Yo, dat is een smart guy. Even kijken, ja, maar echt. Nee, wait, wacht. No. Tilting Entrainment, ja. Entrainment. Venus Sylph in full bloom. Het is bijna hetzelfde. Yeah. Blackwing zonder de Dusk. Nice. Ja. God damn, kom op. Kom op, camera. Dichterbij misschien. Iets dichterbij. Ja, dan iets meer terughalen naar je. Ja, zo. Ja, zo. En dan... Nou. Magic. ik heb een freaking cameraopleiding gedaan. Magic. Is Magic the Gathering? Nee, hij wil niet. Nee. Toch wil het bij Pokémon dan beter. Ja. Dat kan misschien ook veel kleuren. Dat zou best wel eens kunnen zijn, ja. Scareclaw Decline. Venus Sylph of the Misting Seedlings. Was dat de rare hier? Ja, dat is de super. Natura Mole Cricket. Tearlaments Heartbeat. Het is weer zo'n Tearlaments. Ja, ja, daarom heb ik hem ook. Want er zaten Tearlaments in. En Blackwing, dat vind ik ook wel vet. Goaty Cosmos. En Psychic Rover. Psychisch. Ja, hij is een psychische guying. Spiegisch. Wat een haat, denk ik. Nee, dit is alleen maar love. Alleen maar love. Ja, precies. Even kijken. Amazon is spiritualist. Amazon? Wat doet Amazon hier? Loving Pabbing. Loving Pabbing. Amazon is Warchief. Ah, dit was top. Net was hij clean. Dit is sad. Hij is gecensored. Ja. Yeah. Yes. Yes. Oh, man. Venus Sylph in full bloom. Weer dezelfde. What the fuck? Ik zou teruggaan naar de winkel. Ja, ik... God. For Underworld Ritual of Prediction. Penny, heb je de Silver? Oh, sorry, ga maar verder. Ja, vraag tussen de dingen wel. Blackwing Twin Shadow. Black Shadow Squall. Salamander Catalyzer. Ja, vraag heb jij maar. Heb je de Silver Calcos gezien? Ja. Ik word zo moe, hè. Dat we elke seconde, of elke keer als we weer bij de battle zijn, dat ze dan het liedje afspreken. Dat is zo kut. Dat is leuk, de eerste aflevering, maar dat is niet leuk, echt het hele seizoen. Zoveel duels met een Silver Calcos
zo'n ding niet. Nou, duels op zich niet, maar één duel doet wel heel vaak 4 afleveringen. En elke keer als ze terug naar die duel gaan, hoor je dat liedje. Yup. Let's go. Silent Wolf, Kalupo, Blackwing Zonda, The Dusk, Tobari, The Sky Ninja, Celestial Apparatus, Tessia, Snowpiercer, Shade of the Goatee, Curse of Aramateer, Ninjutsu R2 Iron Digger, Original Bamboo Sword, Tillerman's Heartbeat. Nou, we zijn bijna door je packs heen. Ik weet niet hoe laat je ging vertrekken, Paddy. Oh. Hey, ik ken de weg alleen niet. Nou ja, daar naartoe ken ik de weg eigenlijk ook niet. Dat vind ik zelf wel. Prediction Princess Biblio Musee. Amazonas Auguste. Yoshiro of the Aqua. Kashtira Birth. Infernal Queen Salmon. Curse of Aramateer. Psychic Rover. The Great Noodle Inversion. Oh, die moeten we eventjes... Die moeten we even scherp. Ja? Kijk. Is dat een Dark Magician ink? Het lijkt wel een Dark Magician ink, maar het is niet helemaal ink. Hij wil gewoon niet. Nee. Is iets wat hem gewoon elke keer wegtrekt. Het heeft gewoon schijt aan Yu-Gi-Oh! Kaarten, denk ik. Skyding having aan de Yu-Gi-Oh! Ja, vervelend. Vervelend in kaarting. Battle of Golgonda. Golgonda, ja. Laughing Puffin. Amazon is Silver Sword Master. Dit is dan zo'n pendulum. Oh, ja, zo'n kut zijn. Ja. Hallo. Mijn main deck is pendulum. Bedankt. Ja, dat weet ik. Prediction Princess Biblio Musee. Dat is wel gezellig. Simul Archfiend. Ja, dat is gezellig. Hij wil heel graag dat iemand meegaat. Salamander, Catalyzer, Ixip, Omen of the Goatee, Underworld Ritual of Prediction, Natura, Mole, Cricket. En dan gaan we alweer naar de laatste pack van Paddy. Oh, je had ze verdeeld in... Ja, ik had ze alweer verdeeld. Ja. Maar... tot nu toe helemaal overgekomen. Nee, maakt niet uit. Ja, ik had ze een beetje door elkaar geschud. Natura, Camellia... Amazon is Spiritualist, Levin Puffin, Amazon is Warchief. Yo, oh, Blackwinged Assault Dragon. Nee, dat is niet. Ah, sad. Maar het is wel een Blackwing, dus dat vind ik wel heel vet. Ik vind hem er wel vet uitzien. Die staat niet op de kaart. Het is niet meer dan 2 euro. Ah, oh, sad. Nee. Oh, 50 cent. Kabooming. Kaboom, 50 cent. Lekker, Paddy. Oh, nou, ik vind hem alsnog heel vet, hoor. Ik vind alle synchro kaarten vet, omdat ik die witte achtergrond gewoon heel vet vind. Die witte... Nice. De witte kaarten, die vind ik wel vet. Wil je hem zien? Hier. Moet hij niet gesleevinkt? Jawelling, maar hij mag hem best wel vasthouden, hoor. Nice. Nee, maar ik bedoel omdat je hem hier neer wou leggen. Ah ja, dat ga ik doen. Even deze afmaken. Natura Mole Cricket. Doe nee. Kashtira Preparations. Cucumber Horse. Cucumber Horse. Heel vet. Crazying Horsing. Tri-Brigade Showdown. Nou. En ik vind zo'n godkaart sleeve vind ik toch wel wat mooier. Egyptische godkaart sleeving. Nee. Ja. Nee, dat is wel duidelijk. Ja. Oh, kijk, nu... Ja. Nu werkt hij wel. Ja. The Salt Dragon. Oh, nu is hij weer weg, maar... We zagen hem... eventjes heel scherp. We zagen hem heel scherp. Okay. Bijna net zo'n scherpe pedo van Pokémon. Ja.
Nou, dit onthoud ik wel dat het Paddy's stapel is. Sinidin's Car Defiant overigens. Nee, dat hebben ze gedaan omdat die Venezuela erin zit. Venezuela? Ja, zo noemt Sander elke keer die... De Fallujah. Ja. Venezuela is dat. Is dat Venezuela? De Pokémon is gewoon eigenlijk zijn eigen land. Ja. Dat is wel heel Shiny vet. Shiny is ook gewoon de vlag van Venezuela. Ja. Oké, okay, Tabari de Sky Ninja, Amazon is Pet Liger King, Tilting Entrainment, Bayer Rock Dragon, Muckcracker from the Underworld, maar dit is een ultra denk ik. Nou, je hebt gelijk een ultra, yeah. Sandering. Lekkering. Oh, moet ik even kijken? Hoe heet die? Muckcracker. Die? Ja. Oh, dat is €5. €5 in. Op je muil, gauw. Oh, ja, zo. Oh, dan moeten we wel zo'n... dan moeten we deze wel voor gebruiken. Dit was de paddy dat is de paddy stapeling. Nee, dit is de sandring stapeling, toch? Nee, dit is de sandring stapeling. Daar beginnen we mee. Oh, is dat nu pas begonnen? Ja. Ah, oh, niks aan de hand. Kijk. Tierlement Scream. Nou ja, hij wil niet meewerken. Tri Brigade Showdown. Natural Blessing. Scareclaw Twinsaw. Nou, oh, die is ook wel vet. Maar deze is verder. Feathering. Ik weet niet bij welke. Seeking. Kijk eens zo. Zou ik haast durven zeggen? Seeking? Nee, die zit niet in Yu-Gi-Oh. Die zit niet in Yu-Gi-Oh. Zo close. Dat is ook wel een kaart die Seeking heet. Ja, dat zou best kunnen. Die dat hoop ik meteen. Sowieso is er wel een Seeking Yu-Gi-Oh kaart. Heel Pokémon aanslag of zo. Scareclaw Decline. Is ook niet heel erg. Nee. King van de Sla's. Is King van de Slaing. King van de Slaing. Tabari the Sky Ninja. Amazon a Spiritualist. Freaky the Runic Fangs. Ik noem hem Freaky de Jong. Freaky de Jong. Je hebt Freaky de Jong gepakt. Wat voor ik? Of ik. Ja. Ja, jij? Ja, ik. Tuurlijk. Lagering. Labyrinth of the Silver Castle. Dit is een... Dat is die 130, maat! Oh nee, wacht. Ik weet niet of dit Starlight... Ik denk niet dat dit Starlight is. Ja, toch? Nee? Nee, dit... Wat maakt hem Starlight? Dat zit er echt van die... Nee, secret. Dit is een secret. Oh, en hoe heet die dan? Hetzelfde, maar dan staat er tussen haakjes secret. Hoe heet die dan ook alweer? Lady Labyrinth. Die. Secret Rare? Ja. Nee, dit is geen... Nee, wel secret. €6 Sandring. Ja, hoe ga ik zo goed? Ja, je hebt alle goede in kaarting, Sandring. Nee, maar een Starlight Rare is eigenlijk een secret patroontje wat op de art zit. Maar dan over de hele kaart. Dus ook over, dus de, ook rest. Over de tekst. Ja. Ah. Ik weet niet of we die vandaag gaan zien. Nee, ik ben bang van niet, maar... In een van de drie dozen zit een Starlight Rare. En in één doos zit de 12 boosterboxen. Ah, oké. Okay. Nou, dan moet ik mazzel hebben met wat ze me hebben gegeven. Amazon is Secret Arts, Tierlement Scream en Tri-Brigade Showdown en Original Bamboo Sword. Maar Sander staat wel dik voor. Ja, Sandring heeft al... €11, joh. Ja. Dat doe je wel goed, ding. Kijken. Prediction Princess, Bibliomusee, Amazon is Warchief, Amazon is Augusta... Amazon is Silver Sword Master. Ja, hij is wel zo'n pervy guy. Als je geen zin hebt om erbij wil te lezen, dan hebben we altijd deze kaart. Ja. Ik ben erg voor. Snopius Shade of the Goatee. Infernal Queen Salmon. Blackwind Twin Shadow. Salamander Candleizer. Salamander? Dat ja, is voor mij. Dat is wel echt jouw. Salamandering. Ixieep Omen of the Goatee. Nou, dan hebben we nog... Hebben we pas 3 packs gehad? What the fuck? Dat is niet normaal. Dat is fucking goede oogst. 3 packings en dan zoveel heen? De tering. De tering, dat is inderdaad zo'n Engels label. Venus Sylph in full bloom. Oh, Hanshi Kudo Spirit. Ninjutsu Art of Dancing Leaves. Prediction Princess Bibliomusee. Oeh, die is vet. Mario Logic Aggregator. Die ken ik niet eens.
Is wel een grappige guy. Wat voor rare is het? Dit is een super. Nou, dat zal sowieso niet op die eerste... Nee. Nou, dan is hij sowieso minder dan 2 euro waard. Ja. Wat een loser boy. Oké, okay, helaas. Loser boying. Ja, dat is loser. Goaty Cosmos. Cosmos? Amazon is Golden Whipmaster. Sandring. Wat freaking Sandring. Dat vindt hij fijn, hè? Dat ja, Amazon is Secret Arts. En oh, waarom heb ik alleen maar Amazon? Blackwing Twin Shadow. Ja. Zo erg hou ik niet omdat van die Jeff Bezos. Je bent wel echt in je prime. Ja, dat is waar. Sandring is een priming. Oké. Okay. Gaan we weer met een Ninjutsu Art of Dancing Leaves. Nice. Scareclaw Decline. Freaky de Jong. Freaky de Jong, nice, nice. Oeh, dat was de pendulum, was het, dan zag je het. Ja, yeah. Stars Align Across the Milky Way, is dat zo? Dynamite Powerload, The Drago Slayer. Nou, nah, dit is ook een super. Er staan al een paar supers op, man. Ja, dat is wel zo. Ja, dat is wel Bristol waar. En de Bristol of zoiets. Bistial. 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 Die ene die staat er niet op. De Bistial, ja, ja. Duidelijk. Tillemans Heartbeat. Goaty Cosmos. Er zit ook veel Goaties in, hè? Zowel in deze als in de vorige. Ja, inderdaad. Psychic Rover en Underworld Ritual of Prediction. Ja, dat is ook wel een typisch voor mij. Okay. Ik ben alleen niet zo fan van de Goaty archetype, dus ik vind het er niet echt nice uitzien. Ik liever Tierlements. Maar ja, er zijn alleen maar de hoge waardevolle zijn Tierlements. Ja, of het zijn spells. Tierlements Grief. Hanshi Kudo Spirit. Cash Tira Ogre. Amazon as Warchief. Kashtira Shangri-Ira. Wat? Shangri-La. Ja, dat is Chinees, denk ik. Ja. Dragonic Pendulum. Amazon is Secret Arts. Xeep Omen of the Goaty. Turbo Tainted Hot Rod GT19. En dat is hem. Dat was de Sandring packing. Dat was mijn packing. Nou, dat was wel een goede packing. Je had wel een goede packing. Oké, okay, Milan, wil je deze of deze? Die achterste. De achterste, oké. Okay. Tanking. Tanking. De benzining. Goed. Tot zo in Gaying. Tot zo in Gaying. Ja, Gaising is veel beter. Nou, gaan we dan. Beer Rock Dragon. Ja, tot zo. Yorishiro of the Aqua. Amazonas Silver Sword Master. Je hebt ook de Amazonas. Mm-hmm. Silent Wolf Kalupo. Oh, Kalupo. Ja. Oeh, die vind ik vet. Shamisen Samsara Sorrow Cat. Dat is ook zo'n super. Die staat daar niet bij. Nee, denk ik ook niet. Maar hij is wel vet. Hij is zeker vet. Ik hou van witte kaarten. Oeh, kom op. Kom op, Ing. Kom op, Ing. Ja, hij wil niet. Ik kijk er wel hier even naar. Ja. Oeh, dat was er. Oh. Hey. Hey. Dat is de glazen kap met een... Ja. Met zo'n Japanse gitaar. Ja. Ja. Dat is wel vet. Curse of Aramatir. Psychic Rover. The Great Noodle Inversion. Noodling. Tierlements Heartbeat. En that's it. Gaan we naar de volgende. Tierlements Heartbeat hebben we al 4 keer gehad. Hoor. Ja, bij sommigen hebben we echt al 5 keer gehad. Maar dat is altijd met die comments. Maar zoals dan, hè, het kan wel zo zijn dat je niet alle comments ziet. Omdat ze dan allemaal dezelfde bij elkaar hebben. Tilting Entrainment. Oh, vet elkaar. Beer Rock Dragon. Stars Align Across the Milky Way. Blijkbaar. Celestial Apparatus Tessia. Ja. Baku the Beast Ninja. Nee, die zal er niet op staan, denk ik. Of wel? Nee, maar hij is wel vet. Het is een wolf. Met een katana. Met een katana. Dat is wel, Dark Souls-achtig. Dat is wel vet. Natura Mole Cricket. Ninja. Ninjutsu Art Iron Digger. Xeep Omen of the Goat. Dragonic Pendulum. Ja, op een gegeven moment weet je de comments wel. Maar je hebt ook wel vette kaarten, moet ik zeggen. Ook al zijn ze niet heel waardevol.
Ah, die komt nog. Ik ben nog wel. Krijg Starlight zo meteen. Ja? Krijg jij Starlight? Ja, zeker. Oeh, verder. Ja, één van ons twee. Als we er niet zijn. Moet wel, moet wel. Tillerman's Grief. Amazonas Augusta. Natura Camellia. Henshi Kudo Spirit. Terrors of Indie Hidden City. Ook wel vet. Xeep Omen of the Goaty. Amazonas Golden Whipmaster. Dragonic Pendulum. Soul Scissors. Hey, Soul Scissors. Dit is gewoon een Soul Sister. Hoe vet is die kaart? Het is gewoon een schaar. Hier hadden ze gewoon een ultra rare van moeten maken. Ja. Die is wel vet. Man, eat the rug, eat your heart out. Maar echt. Heel vet. Nee, ik ben al blij dat ik gewoon de art... want dit is volgens mij die van Paddy's stapel. Mm-hmm. Die Darkwing. Dat is volgens mij de art van de set zelf. Oké. Amazon is Pet Liger King. Freekie de Jong. Stars Align Across the Milky Way. Bio Rock Dragon. Bestial Megamut. Staat hier? Ja. 16. Kaboomie! Ik heb hem meteen ingehaald. Hoppa! En dat is gewoon een super. En zelfs dan. Fucking nice. Lekker. Easy win, boys. Dat die moet zo meteen gesleeved worden. Dat is gewoon de win van Paddy. Milaning. Milaning. Ja, ik zei tegen gisteravond tegen Paddy de hele tijd Milan. Nou weet je, vanavond dan ben ik er de hele dag bij. Ik ga kijken wat ik doe. Nee. Ja. Ik denk dat Sandering heel graag naar bedding wil. En Paddying ook wel. Ja. Psychic Rover. Turbo Tainted Hot Rod GT19. Nog een Soul Scissors. En Jura Blessing. Nou, je hebt nog twee packs. En je hebt al de waarde ingehaald. Ja, dat is wel heel goed. Dan zou ik wel crap hebben. Ja, die Starlight. Dat kan allemaal, hè? Het kan allemaal in... Nou, niet in Almere, want we zijn nu niet in Almere. Celestial Apparatus Tessia. Amazon is Pet Liger King. Kestira Ogre. Levin Puffin. Oeh, dit is een... kijk, die kan ik zelf bijna ook niet lezen. Ja, Mizen the Battle Ninja. Hebben we een Battle Ninja? Nou, niet in die eerste paar. Nou, dan is het sowieso minder dan 2 euro. Nou, maar hij is wel vet. Zeker vet. Goed op de... Kijk, nu is... Ah, net was hij heel scherp. Nice. Maar hij is wel heel vet. Deze moet je niet vergeten te sleeven. Ja, dat ga ik zo meteen doen. Want ik heb hierna nog maar 1 pack voor jou dus. Ja. Underworld Ritual of Prediction. Dragonic Pendulum. Amazon and Secret Arts, Xeep, Omen of the Goaty. Nee, ik denk dat we al 17 Xeeps hebben gehad. Dat is echt niet normaal. Oh, ik word niet goed van die Xeep. En weet je, meestal als je zo'n core set van een bepaalde kaart wil, dan moet je de 3 hebben. Ja. Je mag maar 3 in een deck gebruiken. Ja. Nou, hier hebben we ondertussen al echt... Kunnen al 2 decks al maken. Ja. Kagero the Cannon Ninja. Die heb ik ook nog niet gehad. Tilting Entrainment. Dat vind ik leuk. Silent Wolf Kalupo. Amazon is Warchief. Hey. Bestial Druid's Worm. Die staat er ook op. 5. Jezus, hij heeft gewoon 20 euro. 20 euro. Holy shit, dude. Nou, die moet dan ook gesleeved worden. Hoppa. Turbo Tainted Hot Rod GT19. Cucumber Horse. Yeah. Scarecrow Twin Saw. En Natural Blessing. Oké. Okay. Wat vind jij, Paddy? Godverdomme! Ik heet Milan. Dit is Milan. Ja, dat geeft niks. Welke sleeve zou ik gebruiken? We hebben de Egyptian God Card. Ik heb de Karibo heb ik nog. En ik heb die IP. Doe de Karibo maar. De Karibo. Ja, ik werk niet mee aan 5DS. Tenminste, daar lijkt het op. Het lijkt wel heel erg op 5DS, hè? Ja. Nee, de Karibo is een vet. Samen met Dark Magician. Ik vind de Dark Magicians echt de vetste... Ja. Zeg monsterkaarten of archetype. Ja, ik vind die ook wel in qua, de buurt. Qua looks en niet qua hoe goed ze zijn. Maar, qua design, zeg maar. Ja, dat vind ik ook wel op zich. Dan heb je de Dark Magician Girl. Want dit is een Karibo Dark Magician of een Karibo Dark Magician Girl?
Volgens mij een Darmy Jason. Darmy Jason Girl heeft volgens mij een ander hoedje. Ja, ja. Ik vind die Chaos Darmy Jason, die met twee van die punten zo. Die vind ik vet. Magician of Chaos, ja. En die Dark Magician met die rode Dark Magician, die vind ik ook vet. Die is ook wel vet, inderdaad. Nee, maar Dark Magician heeft echt heel veel... ik vind Blue Eyes ook wel vet. Zeker. Maar... Ik vind Blue Eyes staat bij mij ook heel hoog. Maar dat is meer op nostalgie, denk ik, gebaseerd. Want als je zo op die doos achter je kijkt... Dan is de originele Dark Magician vind ik niet zo'n hele mooie kaart. Mm-hmm. Terwijl die tweede Dark Magician, zeg maar, die op die linker staat... Ik zit even te kijken. Ja, wacht, ik ga opstaan. Kijk, deze Dark Magician die vind ik niet zo vet. Maar, Blue Eyes. Ja, maar deze Blue Eyes vind ik wel... Is dit de Blue Eyes? Ja, toch? Ja. Ja, deze kaart vind ik dan wel weer vet van de Blue Eyes, dus, maar die niet. Dat is die old school. Ja, de old school vind ik niet zo vet. Alleen de nieuwere versie, zeg maar, die ook al heel vroeg uitkwam. Die vond ik wel altijd vet. Ja, ik vind die old school wel vet op zich. Nou, hij is nu sowieso vet als je hem pakt, maar... ik heb die en dan zo'n gold rare. Dat zit er dan zo'n goud randje door mee. Ja, die bestaat dus ook in ghost rare, toch, nu? Ja, als het goed is wel. En ik dacht dat het in die season 2 zit. Oeh, spannend. Laatste 6 pakketjes. Ja, en dat is wel mijne. En waarschijnlijk wordt het trash, maar... Gewoon nog een Starlight Rare in zitten. Nee, maar je weet wat ze zeggen. Als je al van jezelf gewoon onderschat, dan kan het alleen maar beter worden. Goed, dan gaan we met Kagero de Cannon Ninja beginnen. The Size of Battle of Golgonda. Die heb ik ook nog niet. Kerstira Ogre. Fuck. Silent Wolf Kalupo. Wallow the Founder of the Drudge Dragons. Nou, die zal er niet tussen staan. Nee. Oh, maar hij is wel vet. Lijkt wel alsof al die zwarte kaarten er niet tussen staan voor mijn gevoel. Nee, maar ik zie ze zijn best wel handig op zich. Dus, nou ja, waarschijnlijk zijn die kaarten zelf gewoon niet geweldig. Cucumber Horse. Ninjutsu Art Tool Iron Digger. We moeten gewoon vragen aan zo'n kok. Kan je van een cucumber en een paard maken? Scareclaw Twinsaw. Black Shadow Squall. Ik moet zeggen, ik heb nog niet heel veel van die Blackwing kaarten gepoeld. Dat vind ik wel een beetje minder. Ik heb hem gekocht voor de Blackwings. Ja, dat was gisteren toch ook met die... met die... Tierlements. Ja, met die Power of the Elements. Ja, dat vond ik ook wel een beetje tegenvallen. Yorishiro of the Aqua. Levin Puffin. Ninjutsu Art of Dancing Leaves. Freki de Jong. Hey, ik heb hem ook. Shaminsen Samsara Sorrowcat. Ja. Wat was die ook alweer? Ja, dat was niks waard. maar hij is wel vet. Ja, zeker een vette kaart. Kestira Preparations. Curse of Aramatir. Goaty Cosmos. Original Bamboo Sword. Wie had de vorige überhaupt gewonnen? Dat ben ik alweer vergeten. Met die Power of the Elements. Ik weet het niet. Ja. Dat kunnen we allemaal terugzien als ik ze allemaal geknipt heb en, en geüpload. Dat is grappig. Venus Sylph in Full Bloom. Amazon is Spiritualist. Amazon is Pet Liger King. Oh. Amazon is Augusta. Nou, en dit is dan de super. Branded Beast. Die is niet zo van... maar het is wel een anime character. Yeah. En het is een female. Nee. Lijkt er in ieder geval op. Nee, het kan ook een guy in zijn. Maar hij is wel op zich vet. Oh. Dragon Pendulum. Dragonic Pendulum. Psychic Rover. Amazon is Golden Whipmaster. Inderdaad, ing. En Underworld Ritual of Prediction. Ja. Nou, dan zijn we al bij de laatste 3 packs. Maar dit is dus ook een core set. Ja. Ja. Nee, ik ben wel benieuwd naar die Ghost from the Past. Ik denk wel dat ik heel veel pech heb. Ja. Natura Camellia. Scareclaw Decline. Prediction Princess Bibliomuse. Henshi Kyoto Spirit. Arunpos Serpent of the Gopti. Die vind ik wel vet. Arunpos. Hebben we een Arunpos? Nee. Ach ja. Tribal Great Showdown.
Natural Blessing. En ik denk dat dit het laatste is. Tillman's Scream. Oh nee, toch niet. Scarecrow Twinsaw. Twee pakketjes nog. Ja, laatste twee. We kunnen dit. We kunnen dit, Milan. Dat kunnen wij zeker. Gaan we jouw set overtreffen? Ik denk het niet. Dan moeten we even kijken. Nou, je hebt een paar kaarten. Die zou kunnen. Als ik Blackwing Dragon heb, dan is het easy weer. Tearlament's Grief. Yorishiro of the Aqua. Amazon is Silver Sword. Ik moet hem wat dichterbij daar houden, denk ik. Kijk. Er gebeurt zoveel op die kaart. Ik denk dat het probleem is. F. Weet niet of hij moet focussen op de tekst of op het plaatje. Amazon is Silver Sword Master. Decisive Battle of Golgonda. Blackwing Borea Storm the Wicked Wind. Nou ja, wel weer een Blackwing kaart. Maar die staat er denk ik niet tussen. Nee. Nou ja, ik vind hem alsnog vet. Dus je ook. Black Shadow Skull. Hey, ook een Soul Sisters. The Great Noodle Inversion. En Kastira Preparations. Nou, okay. Laatste pack. Nou ja, weten wat we doen, hè? Even. Nou, ik kom hier even open. Snuiven ook even. Even voor de cam. Heel raar. Even voor de cam. Is echt lekker. Ik voel zo Lady Labyrinth op de Silver Castle. Ja? Dat voel ik, ja. Maar dan wel de Starlight Rare. Ik voel de komen. Gaan we. Decisive Battle of Golgonda. Kagero, The Cannon Ninja. Tilting Entrainment. Alweer? Ja. Scarecrow Decline. En volgens mij komt die nu. Ah, maar wel een goede Blackwing. Blackwing. Sudri the Phantom Glimmer. Ja, dat is €2. Nou ja, toch wel iets. Mm-hmm. Ik denk dat jij de minste. De minst waardevolle, maar, ja. Maar je hebt wel een Cucumber Horse. Ik heb een Cucumber Horse. Dat kunnen ze niet van me stelen. Nee. Scareclaw Twinsaw. Natural Blessing. En als laatste Infernal Queen Salmon. Ja, ik denk dat jij de winnaar bent. Kabooming! Ik ben zo'n Pokémon Yu-Gi-Oh! Master. Je bent niet alleen een Pokémon Master, jij bent ook een Yu-Gi-Oh! Master. En ik ga nu van jou een Pokémon Master maken, want ik ga jou laten zien hoe dat werkt met die Outbreaks. Ah, ja. Dan ga je even zo'n shiny van, ja? Ja, dat vind ik een puikplan.